Wij lopen net tegen elkaar aan in de catacomben en ik zeg gefeliciteerd, wat natuurlijk een beetje gek is na een verloren wedstrijd, maar ik kan wel een beetje gefeliciteerd zeggen, toch? Ja, als je kijkt naar alle uitslagen, dan, uh, dan hebben wij denk ik uh, het minst slecht gedaan. En uh, uh, als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd, dan hebben we ons denk ik ook uitstekend uh, teruggeknokt. En ja, dat is op zich wel een uh, felicitatie waard. En dat uh, betekent ook volgens mij dat wij uh, het, het beste ervoor staan in eigen hand hebben. En uh, nou goed, uh, vandaar die felicitatie neem ik aan. Ja. Ja, want uh, op voorhand begon ik er ook al eventjes over. Iedereen uh, zelf ook een uh, pittige wedstrijd. Had je daar zelf ook nog een beetje naar gekeken? Dat je het programma erbij pakt? Dat je denkt, nou, zij moeten nog uit daarheen, uh, die spelen nog tegen die? Ja, natuurlijk kijk je daarna. Alleen het enige wat je uh, kan beïnvloeden is je eigen wedstrijd. Dus uh, in de rust was het 2-0 en we wisten ook dat Ajax al, al 3-0 voor stond. Dus ik heb wel tegen de jongens gezegd: ja, we moeten wel door blijven gaan. Hè, ongeacht wat er gebeurt. En ik vond ook dat er, dat er op een gegeven moment uh, mogelijkheden waren in de wedstrijd, maar dat we te slordig waren. Ja, en uiteindelijk hebben ze dat wel heel goed gedaan. Hè? Met, met de wissels die we brachten kwam er uh, nieuw elan, nieuwe energie. En we hebben twee keer gescoord en ja, dat is wel, wel heel lekker. Ja, want zeker die eerste helft, het veld wel heel erg lang hè? Ja, van beide kanten. Ja, ik vond dat wij in bal op zitten. Uh, ik zei tegen de jongens: als ik deze beelden laat zien en, uh, en we willen dit in de training doen, dan, dan lachen jullie me uit, want zoveel ruimte ligt er. Alleen, uh, ja, we kregen de bal dan niet helder en we waren dan heel slorg als we er wel waren. Nou, natuurlijk moesten wij ook laag verdedigen, dat weet je tegen PSV. En ja, Ik vond niet dat we heel veel kansen weggaven en twee schoten die vielen binnen. Uh, tweede helft hebben we het iets beter uitgevoerd. En dan zie je ook dat je wat kansen kunt creëren. Ah, ik vroeg je voor de wedstrijd hoeveel vertrouwen heb je uh, om de playoffs te halen. Maar dat zit nu wel helemaal goed, toch? Gewoon in eigen hand? Uh, ja, we hebben het in eigen hand. En ik, ik had er al vertrouwen in. En, uh, gezien het spel van de tweede helft en uh, de aantal jongens die erin kwamen, dat geeft een goed gevoel voor de groep. En uh, ik heb er nog steeds veel vertrouwen in. Uh, nou is het zo, daar had ik het met Van Roy net al even over, dat we het eigenlijk bijna een beetje gewend zijn. Dat jullie het goed doen en het elke ploeg lastig kunnen maken, moeten wij het niet wat vaker nog benoemen hoe bijzonder het is wat jullie dit seizoen hebben gedaan. Ja, dat zou wel fijn zijn. Nee, maar, ik, bedoel, ik heb al vaak gezegd, ook na wedstrijden, dat we gewoon een uitstekend seizoen hebben en we kunnen er een geweldig seizoen van maken op het moment dat wij de playoffs gaan halen. En uh, ik, denk, ik denk dat het grootste compliment voor ons is dat niemand er meer van opkijkt dat wij gewoon op deze plek staan. En, uh, dat we, en natuurlijk was dit een, een beetje een speciale wedstrijd, hè? Ook, ik snap ook wel hoe PSV erin zat, maar dat wij gewoon uh, bij Vlaag heel goed meedoen met PSV, dat is gewoon een compliment. En, uh, aan het eind worden de prijzen verdeeld, laten we het dan maar over hebben. Succes, die laatste wedstrijd. Ja, dankjewel. Zeker. Nee, maar nu hoor je dus nu wat anders zeggen hoor. Je het zeggen dat het niet de laatste wedstrijd als het goed is. Oh ja, dat was, was ik nog niet. Dus, uh, maar uh, eerst maar uh, de laatste competitiewedstrijd en dan het toetje pakken uh, zou geweldig zijn. Heel goed, succes daarmee. Dank dankjewel.